allemaal van af. Vandaag gaan we dus eigenlijk gewoon alleen maar kijken naar wat zit er in jou. Wat voor aanleg heb jij? Wat voor gedrag vertonen jullie? Hoe zetten jullie in tijdens de testjes? Zodat allemaal informatie voor ons om dat plaatje completer te krijgen. Oké, wie ben je? Wat kan je? En wat kan je misschien ook in de toekomst? Wij zijn natuurlijk op zoek naar het profiel lang en sterk. Want de top in de wereld zijn grote atleten. En ja, dat begint ook op 13, 14, 15-jarige leeftijd duidelijk te worden. Dat mensen dat in zich hebben. En wellicht zijn ze nu bezig met geen sport of een andere sport. Kunnen ze interesseren voor een volleybalopleiding of carrière. In de test van vanochtend hebben we twee keer hele korte sessies van 5 seconden all-out gedaan. Er zijn natuurlijk een aantal atleten die hier zijn en willen laten zien wat ze kunnen. Maar bijvoorbeeld ook een hoop voetballers die vroeger op voetballen zijn gegaan, dat vriendjes en vriendinnetjes op voetbal zitten. En ja, die kunnen hier op deze manier testen wat ze misschien in een andere sport zouden kunnen bereiken. Nou, wij meten bij deze test hoe hoog de spronghoogte is. Wij zijn een laat specialisatiesport, dus in onze sport kan je nog op een latere leeftijd instromen op basis van een aantal fysieke eigenschappen en op basis van een aantal mentale eigenschappen. Dus als jij heel hard kan rennen, je bent sterk en je bent ook nog eens een doorzetter, dan ben je misschien wel heel goed in rugby.